Dag, dames en heren. Vandaag in het binnenland: zomerstemperaturen temperaturen van 25 graden of zelfs meer. Veel zonneschijn, soms wat bewolking. Maar er waren opnieuw plekken waar de temperatuur vandaag wat achterbleef. Met name het noordelijk kustgebied. En dat kunnen we hier heel mooi zien, want ondanks een strak blauwe lucht. Heeft deze visser toch nog wel wat warme kleding aangetrokken? Want met een doorstaande Noordoostenwind lag daar de temperatuur, net als de afgelopen dagen, toch wel weer op een wat lager niveau. De wind gaat de komende dagen draaien naar het oosten. En dat betekent dat zelfs in de kop van Noord-Holland de temperaturen duidelijk omhoog gaan. Als we kijken naar de satellietplaat van grote delen van Europa, dan zien we dat Nederland vandaag in ieder geval in het zonnetje lag. Weinig bewolking vanaf grote hoogte zichtbaar. De wat dikkere bewolking vinden we onder andere boven Centraal Europa, boven Tsjechië, Slowakije, Oostenrijk, een deel van Duitsland. Daar kwamen in de loop van de dag in de toch wel vrij warme lucht een aantal regen- en onweersbuien tot ontwikkeling. Maar er zit weinig beweging in de atmosfeer. En op het moment dat ze de neiging hebben om onze kant op te schuiven, dan zien we dat de invloed van het hoge drukgebied bij ons zo groot. Is dat de buien eigenlijk heel snel inzakken, dus ze komen niet of nauwelijks de grens over. Verder zien we ook nog wel gebieden met bewolking en regen op de oceaan tegen Ierland aan. Bretagne krijgt morgen met wat regen te maken. Maar dat blijft allemaal op afstand door een krachtig hoge drukgebied. En dat hoge drukgebied ligt nu met zijn kern nog tussen Schotland en Noorwegen in. Maar het lijkt erop dat de kern wat meer naar het oosten gaat schuiven. Richting Zweden, misschien zelfs wel helemaal richting de Baltische Staten. En dan gaat bij ons de wind uit het oosten waaien. Niet meer vanaf dat koude water van de Noordzee. En daarom gaan de temperaturen ook in het noorden van Nederland de komende dagen duidelijk omhoog. En de gebieden met buien, die blijven op afstand bijvoorbeeld begin volgende week weer boven. Centraal-Europa. Nou, dat betekent dus veel zonneschijn en warmte. En ook vanavond is het zonnetje er nog lang bij. Temperaturen dalen in het noorden natuurlijk net als de afgelopen dagen het snelst. Landinwaarts hebben we nog waarden van 20 graden of zelfs iets meer. Vannacht dan nog best goede slaaptemperaturen. In het noorden zelfs onder de 10 graden. In het midden en zuiden, zo tussen de 11 en de 14 graden. Maar die temperatuur gaat morgenochtend heel snel oplopen. En uiteindelijk wordt het warm. Temperaturen vanuit het noorden naar het zuiden oplopen. Naar 25 tot 30 graden. De hoogste temperaturen in het uiterste oosten en zuiden van het land. Veel zonneschijn. Smiddags nog wel wat stapelwolken. Maar als er al een buit tot ontwikkeling komt. Ik denk dat dat net nog boven Duitsland blijft hangen. Dus ik ga ervan uit dat de vrijdag gewoon droog blijft in Nederland. De wind waait uit een noordoostelijke richting. De meeste wind in het Waddengebied, windkracht 5 in de middag. Dus op die Waddeneilanden ligt de temperatuur toch wel weer een paar graden lager. Maar wie weet, komen we toch al voorzichtig in de buurt van de 20 graden uit. En als dat morgen niet lukt, dan lukt dat zaterdag zeker. De wind waait dan overtuigend uit het oosten, kracht 3 tot 4. En ik denk dat we dan op de Waddeneilanden op zo'n 22, 23 graden uitkomen. In de rest van Nederland is het gewoon zomers tot tropisch warm. Met temperaturen in het midden, oosten en zuiden van het land zo rond de 30 of 31 graden. En ook zondag gaat de temperatuur omhoog naar tropische waarden, sterker nog, na het weekeinde blijft het ook warm en droog met veel zonneschijn. De temperaturen gaan misschien ietsjes naar beneden, maar van een echte afkoeling kunnen we voorlopig nog niet spreken. Wat mij betreft tot de volgende keer.